155 jaar geleden werd de slavernij in Suriname afgeschaft. 155 jaar later zijn de naweeën nog steeds voelbaar en merkbaar in de samenleving. Vanavond in de Sherwin Fallies Talkshow hebben we het over de positie van de nazaten van de slaven 155 jaar na dato. Goedenavond en welkom bij de Sherwin Fallies Talkshow. Vanavond in de talkshow die informeert, stimuleert, motiveert en begeleidt twee jonge, ambitieuze, opkomende leiders. Aan mijn linkerhand heb ik mevrouw Santine Groenberg en Vernon Koffie. Koffie. Ja. Beide ondernemers, beide zijn bezig in het zakenwereld, om het zo te noemen. En zij gaan ons vandaag vertellen over het onderwerp, ze gaan ons meer vertellen over het onderwerp, de impact en de positie van de nazaten van de slaven. Goedenavond, welkom. Dankjewel. Dank u. Ja, ik ga beginnen met mevrouw, mevrouw Santini. Jij bent onderneemster. Waar is het allemaal begonnen? Voor mij is het begonnen, ik ben geboren in Amsterdam, in Nederland. Ik heb hier gewoond van toen ik 1 was tot mijn 4e jaar. Daarna dus in Amsterdam op school en daar is ook mijn ondernemersverhaal begonnen. Ik ben op mijn 19e begonnen met een dansschool. Ik deed een medische studie, medische biologie heb ik gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Maar ben ik ook creatief bezig geweest en wilde ik met dansen jongeren van de straat halen eigenlijk en ze inspireren om meer uit zichzelf te halen. Dus zo is het begonnen. En nu 12 jaar later heb ik een marketingbureau. Dus ik heb tussendoor meerdere ondernemingen gehad. En heb ik een boek ook mogen schrijven over ondernemerschap. Om mensen te inspireren. Om ook echt het heft in eigen handen te nemen. Om zelf banen te creëren. En zelf leider te zijn in je eigen leven. Ja. Jij bent motivational speaker. Ja, dat klopt. Waar het is begonnen, het is ergens in 2014 begonnen. Het is vanuit een plaats van pijn, kan je zeggen, het is het begonnen. En het is nu pas eigenlijk tot leven gekomen, om het zo te benadrukken. En we doen het op verschillende scholen, we doen het ook in voor bedrijven. Dat is zo'n beetje, ik kom ook bezig met een mannenprogramma op Radio Associé. Het is voor de Maronman. Het is Asting voor Amang is de programmanaam. Ja, dat is dus zo'n beetje vanuit mijn kant. Oké, jij bent bezig in Suriname, jij bent bezig in Nederland. We zijn 155 jaar na afschaffing van de slavernij. De positie van de Afro-Surinamer in dit geval, want we zijn in Suriname, hoe kunnen we dat typeren? Is het slecht? Is het goed? Nou, ik denk dat het beide slecht en goed. In de zin van natuurlijk, we've come a long way. Maar ik denk, als je kijkt naar de generatie Afro-Surinamers in Nederland nu, die zich aan het verenigen zijn, omdat er toch wel ook gezien wordt dat er een soort plafond is. Dat banen worden gegund aan mensen die meer blond haar, blauwe ogen hebben. En als Afro-Surinamer, veel ook hoogopgeleide mensen, maar mensen van alle soorten opleidingen, lopen er toch tegenaan dat ze een netwerk missen. Dat ze geen ouders hebben die misschien in een bepaalde positie zaten en dan kunnen zeggen van, hey, ik heb een stage voor je, ga bij die, want ik ken die en die. Dus dat stukje merk je dat toch wel nu wel een beetje aan het veranderen is. Met de generatie waar ik in zit, denk ik dat er wel een verandering aan het komen is. Maar het is wel opboksen nog tegen de gevestigde orde, om het zo te zeggen. En ik doe ook veel in Los Angeles, in Amerika. En daar
Is het natuurlijk een ander verhaal. Het is niet zo dat er zoveel Afro-Surinamers daar zitten. Maar als je kijkt naar black people in general, heb je ook wel toch wel datzelfde plafond waar je tegenop moet boksen. Oké, meneer Kofi. Ja. De positie van de Afro-Surinamer anno 2018. Oké, okay, als we het hier moeten bekijken in Suriname, kan ik ook ongeveer zeggen dat het slecht is, maar ook beter is gaan worden. Eén, ik zeg beter, reden waarom. Als we voorheen keken, hadden we meer het geval dat de zwarte man eigenlijk meer werd gecriminaliseerd, om het zo te benadrukken. Hey, zolang je zwart bent, ben je een crimineel. Als we anno 2018 terug moeten kijken daarop, kan ik wel zeggen dat we vooruit zijn gegaan hierop. Het is er nog, het is nog niet helemaal dood gegaan, maar het is er nog. Maar, moet ik het benadrukken, maar punt is, het is een feit dat we toch vooruit zijn gegaan. Als we gaan kijken qua scholing, qua politiek en al die dingen zijn we toch vooruit gegaan. Als de zwarte man. Waar botsen we mee? Waar ging het mis? Oké, okay, ik denk dat het meer misging qua scholing. En ik denk dat we meer, we zijn meer bewust geworden dat we toch de scholing nodig hebben. Dat we scholing nodig hebben. En we weten allemaal als geen andere dat als je niet geschoold bent, je hebt geen papieren, dat je toch nergens terugkomt in onze maatschappij. Santini? Waar botsen in jouw in Nederland, waar botsen zwarte mensen tegen? Ik denk ook, ik denk scholing, ik denk ook veel Surinamers die naar Nederland zijn verhuisd. Denk ik ook wel dat scholing belangrijk is geweest voor de kinderen. Maar als je dan eenmaal die scholing hebt, dan werken heel veel mensen onder hun niveau. En dat is best een probleem. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de rechtenstudie, is mij verteld dat ongeveer 75% is buitenlands. Dus niet alleen Afro-Surinamers, maar alle soorten afkomst. En er zijn alleen maar witte rechters. Dus die posities worden zo moeilijk overgedragen. En dat is best wel een probleem. Dus dan heb je je papiertje, dan kom je daar bij dat bedrijf. En dan, en dat bedoel ik met dat netwerk. Want als iemand een zoon heeft of een dochter die aanbeveelt, dan krijgt die voorrang. Terwijl jij misschien wel nog meer potentie hebt en misschien een betere match zelfs kan zijn. Ja, mensen zeggen vaak genoeg als dingen niet gebeuren, moet je kijken hoe het kan dat niet gebeurt. Komt het van buitenuit of komt het van binnenuit? Er zijn rechters wat je noemt. De rechters zijn de witte mannen of de witte vrouwen. Doen wij iets verkeerd om die posities niet te bekleden, ondanks die witte mannen of witte vrouwen die posities bekleden? Hele mooie, hele goeie. Want ik denk, want je kan niet alleen maar wijzen. Vingerwijzen is makkelijk, hè? Ja. Je wijst één vinger, maar hoeveel wijzen er terug? Ja. Precies. Ja. Dus je moet altijd kijken naar jezelf en hoe jij jezelf eigenlijk goed op de markt kan zetten, zeg ik het maar even. Want juist omdat je, ik ben een zwarte vrouw, jonge vrouw, ik kwam op heel veel bijeenkomsten waar mensen anders eruit zagen dan ik en dat gebruik ik als mijn brand. Ja. En durf dus naar buiten toe te komen. En ik denk dat er toch veel Afro-Surinamers zijn die binnen blijven. Die denken, ach, laat me het maar niet proberen, want het gaat toch niet lukken. En dat moet je niet doen. Gewoon gaan, laat jezelf zien. En dat we ons met elkaar verenigen. Ook Afro-Surinamers in Nederland, in Suriname, in waar dan ook ter wereld. We moeten ons echt met elkaar verenigen. Oké, jij praat over verenigen, netwerken. Dat is het belangrijkste. Zijn we verlegen? Omdat we bang zijn om te falen? Ik zou ja zeggen aan de ene kant. Reden waarom ik toch ja zeg. We moeten dit toch even neutraal kunnen zetten hoor. Reden waarom, als we terug moeten kunnen kijken. De zwarte man komt uit de omgeving van pijn. Emotioneel is die kapot. Hij is ook, hoe moet ik het benadrukken? Emotioneel is hij kapot, hij is bang, hij is angstig. Ik zou ja zeggen op je vraag. Ik zou ja geven als antwoord. Reden waarom? Ze zijn niet zelfverzekerd dat ze het kunnen doen. En de nodige push ook krijgen we vaak niet om dat te doen. Een voorbeeld, ik verkoop Bacabana. Mijn buurman is een andere bevolkingsgroep, hij verkoopt ook Bacabana. Die zwarte man gaat geen Bacabana bij me kopen. Hij gaat gewoon ergens anders.
We discrimineren niet, maar we praten vanavond over de zwarte man. Ja, sowieso discrimineren we niet. Je komt op een, goed, op een punt waar ik eigenlijk de volgende vraag zou stellen. We zijn niet zelfverzekerd. Nee. We zijn angstig, we zijn bang. Eigenlijk discrimineren we onszelf. Ja. Heeft de slavernij daarvoor gezorgd? Jij hebt al gezegd, hey, we gaan allebei bang. Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen ja, reden waarom. Toen de tijd, als we mogen nagaan, of tenminste een beetje kennis hebben over het slavernij, zien we dat we eigenlijk, we zijn gedrukt in een hoek. En dat heeft ons eigenlijk, dat heeft geholpen dat we toch een beetje angstig naar buiten komen. Net als wat ik daarnet zei, we zijn emotioneel kapot, om het zo te benadrukken. Ik denk dat de juiste benaming is om het te kunnen, om het aan te duiden. We zijn gewoon emotioneel kapot. En als je emotioneel kapot bent, denk ik dat je toch, dat je niet zelfverzekerd bent om iets te kunnen bereiken. Dus ik zou ja zeggen dat het, dat de slavernij toch een grote rol heeft gespeeld. Ja, in het emotioneel zijn en andere aspecten. Santini? Ik denk het ook, want uiteindelijk de structuur, de manier hoe de maatschappij is gestructureerd, waar we in leven, in Suriname, ook in Europa zie je het, of in de westerse wereld zie je het ook, is heel erg gericht vanuit de witte man, de witte vrouw. Ja. Dus zo is het opgebouwd. Het is niet gebouwd voor ons. Wij waren degene die het werk deden, hè, onze voorouders, zodat zij konden, verder konden groeien. Dus ik denk ook de psychologische pijnen, we weten allemaal wat voor dingen er gebeurd zijn. Maar ook het stukje dat het niet geleerd wordt op, of weinig geleerd wordt op school. In Nederland is dat een heel groot probleem, want het hoort bij, Nederland heeft een heel groot, grote rol in slavernij, niet alleen in Suriname, maar ook in Indonesië en in zoveel andere landen. Ja. Maar het wordt niet geleerd, er wordt niks over verteld. En ik denk dat dat ook een stukje pijn, want er is geen erkenning daarin. En ik denk dat je dan ook dan niet goed nader tot elkaar komt als je kijkt naar de maatschappij daar. Dus ik denk zeker dat het, ik denk dat het zeker heel hele grote impact heeft gehad en we zijn eruit aan het komen, dat wel. Ik heb dit antwoord, of tenminste dit onderwerp, gaan we verschuiven naar later in de show, omdat ik dat sowieso ook heb. Kan iemand van, die nu geboren is, een jonge man is van 30 jaar of 25 jaar, zeggen dat hij met een trauma leeft van de slavernij? Oké, ik ga je antwoord geven. Ik zou zeggen dat de persoon geen recht heeft, maar ik zou zeggen dat de persoon dat niet moet zeggen. Ja. De persoon zou wel kunnen zeggen, ik bijvoorbeeld, laat me een voorbeeld aangeven. Bijvoorbeeld een zwarte man hier in Suriname, we kunnen zeggen bijna 50 of meer dan 50%, je wordt opgevoed zonder een vader thuis. Ja. En vanuit zo'n aspect zou ik wel kunnen zeggen dat heeft wel eraan toe geleden van slavernij. Reden waarom? Gewoon een simpele voorbeeld weer. De zwarte man, het is wereldwijd, maar we praten wel over Suriname. Ja. Is het zo dat de zwarte man meestal 2 tot 3 vrouwen heeft? En je kan je gezin dan niet onderhouden. Je hebt een kindje of je hebt 2 tot 3 gezinnen. En natuurlijk zou dan één van je gezinnen, of een meerdere van je gezinnen, dus natuurlijk kapot kunnen gaan hierdoor. En natuurlijk kan je zoon of je dochter wel kunnen zeggen van hé, dat heeft toch eraan toe geleden. Want tijdens de slavernij moest zo'n man misschien 3 tot 4 vrouwen hebben. Reden waarom? Kinderen verwekken, zodat ze die kinderen konden verkopen. Dus slavenhandel, het werd doorverkocht. Dus vanuit zo'n aspect kunnen we zeggen dat het is gebleven in die man, in die zwarte man, zodat we het ook zien het vandaag ook. We kunnen het terugvinden in de samenleving. Dus die persoon zou wel kunnen zeggen. Santini? Nou, die persoon zou het kunnen zeggen. Want ik denk dat je uiteindelijk 400 jaar slavernij. Het is niet kort. En ook, er zijn een aantal boeken die ik ook heb gelezen. En je ziet ook echt dat het geperfectioneerd is. Hè? Het psychologische aspect van mensen. Ook tegen elkaar opzetten met colorism, maar ook eigenlijk zodanig een
een volk kapot maken. Dat ze elkaar niet meer vertrouwen. Dat het stukje inderdaad zelfvertrouwen omlaag is. Dat dat er niet is. Dus ik denk, het is niet alleen maar, oh, het was slavernij. Er zijn psychologen die daar ook achter zaten, die ermee bezig waren om dat zodanig goed te doen, eigenlijk het te perfectioneren, slavernij, dat het nog jaren nadat het ooit misschien afgeschaft zou worden, dat het nog door zijn doorwerking zou hebben. Dus ik denk wel dat het echt zeker impact heeft, maar wat ik echt wel wil zeggen is, verschuil je er niet achter. Ja. Altijd jezelf empowerment pakken van ik leef nu, wat kan ik nu doen? Ja. Maar wel weten van er is een geschiedenis wat echt wel een impact heeft. En dat kan je niet wegbuiven, nee, ja. Wegmoffelen. Ja. Dat is echt zo. Ja. Oké, we gaan even naar een break en dan ben ik zo dadelijk bij u terug. En we zijn terug bij de talkshow, de Sherwin Valley's talkshow. En we hebben het vandaag over de positie van de nazaten van de slaven 155 jaar na afschaffing van de slavernij. Santini, jij had het net over, we praten niet voldoende over de slavernij. Of we zijn ons er nog niet echt bewust van. Is die discussie over slavernij en de positie die de nazaten innemen voldoende gevoerd? Wat het met ons heeft gedaan, jij praat over zijn emotioneel, alles is kapot geslagen. Zijn we er eigenlijk van bewust? Ik denk dat we leven gewoon, we worden geboren. We moeten naar school of we willen carrière maken, wat dan ook. Je wilt je leven opbouwen. Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te begrijpen wat je positie is. Ik ben vanuit mijn Afro-Surinamer in Nederland. Ik ging er gewoon vol in van, hé, ik ga zaken doen, ik heb een bedrijf. Ik heb een bedrijf, marketingbureau, maar eerst had ik een bedrijf waarbij we workshops deden bij grote corporates, Rabobank, ABN AMRO, dat soort bedrijven. En dan ga je naar meetings, ontmoet je mensen, maar dan merk je toch dat je op een andere manier behandeld wordt. Niet alleen als persoon met een donkere kleur, maar ook als vrouw. En dan begin je te denken van, hé, wacht even, er is meer hier. Want bepaalde kansen komen er niet zo makkelijk, zeg maar. En aan de andere kant, tuurlijk, het maakt me sterker. Het geeft me een andere kijk op het leven. Dat ik, je leert op een slimme manier met mensen om te gaan. En toch, dat je toch zaken kan doen. Maar je merkt dat je in bepaalde groepen kom je, op bepaalde posities kom je gewoon niet binnen. Dan moet je gewoon echt naar je eigen mensen kijken. Die op jou lijken. Die dan ook bedrijven misschien hebben waar je mee kan samenwerken. En dan ben je toch heel erg gewezen op, hey, die eigen verbinding weer creëren, samenwerken. En wel die bakkabanen bij meneer Koffie kopen. En dat, om elkaar te versterken. Want uiteindelijk, als zijn business goed draait en hij heeft een gezin, dan help ik ook een andere zwarte familie. En ik denk dat we dat stukje wel steeds meer mogen doen, economisch gezien. Want ik weet niet precies de cijfers, hoor. Dat zou ik echt voor je moeten opzoeken, maar bij zwarte mensen of bij Afro-Surinamers zou ik dan ook maar daarbij. Als wij iets ontvangen, we verdienen geld, dan gaat het meteen naar een andere bevolkingsgroep. Het blijft niet in onze eigen bevolkingsgroep circuleren. En dat is een groot probleem. Want uiteindelijk, als jij wel die andere persoon met zijn onderneming kan helpen, ja, kan hij weer personeel aannemen. En dan kan hij weer zeggen, hey, neefje, je doet het goed, je bent ook een spreker, ja, kom bij mij in dienst. Klopt. Maar als wij als ondernemers niet eens die positie hebben, dan kan je ook geen banen creëren. En uiteindelijk willen we een baan, want we willen brood op tafel of als we soepoe kunnen maken of wat dan ook, we moeten leven. Dus ik denk dat dat stuk wel echt belangrijk is om stil te staan bij je roots en ook wel weer te investeren in elkaar. Want dat is eigenlijk daarin
verbroken. Moet iemand ons die push geven? Iemand die in die top is of iemand die het gemaakt heeft, iemand die begreep wat er gebeurd is een aantal jaar geleden. Moet iemand die ons die push geven? Ik zou zeggen ja, iemand mag en kan ons die push geven. Maar ook, bijvoorbeeld als ik een voorbeeld moet nemen aan mezelf, niemand heeft me een push gegeven. Ik ben zelf naar buiten gekomen om het zo te benadrukken. Ik heb wel mensen bepaalde niveaus gehad die me wel een push hebben gegeven. Maar ik ben zelf begonnen. En ik denk dat mensen ons een push kunnen geven. Maar toch ligt er een bepaalde verantwoordelijkheid op een ieder. En jij moet zelf willen beginnen. En on the way krijg je natuurlijk een push van iemand anders. Maar die push moet er wel zijn en die push moet er wel komen, denk ik. Een ander belangrijk aspect van die slavernij is de herstelbetalingen. En er is in Suriname iemand, meneer Sunde, die is bezig met lobbyen zodat Suriname volgens mij betalingen kan krijgen van de afgelopen jaren, die 400 jaar of zo. Moeten mensen die van origine de nazaten van de slaaf, moeten ze betaald worden? Wat een goede vraag. Ik zal mijn eerste intuïtie. Ik denk dat, en dat zie je ook in Zuid-Afrika, ik ben ook naar Johannesburg geweest in Zuid-Afrika. Daar heb je een programma waarbij inderdaad bepaalde posities in het bedrijfsleven, alleen zwarte mensen krijgen die positie, omdat witte mensen dat land de voorsprong hebben gehad en ook alleen de mensen die op hen lijken, zeg maar, op die posities in het bedrijfsleven neerzetten. Maar dat zorgt er wel voor dat er een beetje een strubbeling is. Want ik heb wel ook met een witte dame daar gesproken die zegt, ja, mijn zoon heeft een financiële opleiding gedaan, maar hij kan niet heel makkelijk een financiële functie krijgen, want dat gaat nu naar alle donkere mensen in het land. Dus het creëert een beetje wrijving. Maar ik denk, ik weet niet of dat, als je dat zou doen, herstelbetalingen, ik heb zoiets van super, maar of dat een oplossing is going forward, dat weet ik niet. Ja. Dus ik heb er niet echt een heel erg super duidelijk antwoord op van ja of nee, maar het is niet dat het alles gaat oplossen. Want het leed dat is aangedaan, ja, dat koop je toch niet af? Nee. Ja. Dus de reden waarom ik vraag stel, omdat het een heethangijzer is, bepaalde landen volgens mij waar de slavernij is geweest, hebben hun betalingen gehad. De discussie in Suriname is, moeten wij of moeten we het niet? Toch? Nou. Er is wel iemand bezig, maar ik weet ook niet als de persoon voeling heeft gehouden, maar dat is de persoonsverantwoordelijkheid. Ik vraag het dus nu gewoon, ja. Gaat het, ja, jullie hebben antwoord gegeven, het gaat niet helpen of we weten niet als het gaat helpen. Nee, maar het is kijk, je kan het dan meer zien symbolisch als een soort van, ja, sorry, is misschien, symbolisch zou je het zo kunnen zien. En ik denk als je zegt dat andere landen het ook, dat had ik zelf nog geen weet van hoor, dat andere landen dat ook hebben ontvangen, ja, dan lijkt het me wel logisch als dat dan in Suriname ook zou gebeuren. Oké, dan ga ik even naar het persoonlijke. Jij bent ondernemer, jij bent ook ondernemer. Je bent motivational speaker. Dat klopt. We zijn in Suriname niet gemotiveerd, hè? Dat is een mooie. Nee, we zijn gemotiveerd, wil ik toch zeggen. Als we niet gemotiveerd waren, zouden we toch niet kunnen werken aan een aantal dingen. Bijvoorbeeld, worden we niet gemotiveerd op het werk gaan of naar het werk gaan. We zijn wel gemotiveerd. Maar wat het eigenlijk is, iedereen komt wel ooit eens in een bepaalde periode in je leven waar je down bent, ja. Waar je niet op je gemak voelt, waarop het lijkt als iedereen je nee tegen je zegt, het lijkt alsof ze je in de tunnel hebben gegooid. We maken ieder maakt zo'n periode mee. En dat is een van de dingen waarom I Speak er is. Maar I Speak is ook om te helpen aan de gemotiveerde arbeider. In de zin van, misschien werk je, je bent wel gemotiveerd, maar er zijn ook andere kleine dingen waaraan je zou kunnen werken. Dat je werk eigenlijk professioneler naar buiten zou kunnen komen. Dus dat is een van de dingen
ook als motivatiespreker die wij doen. Ja, je moet wel heel sterk zijn, want jij mag dan eigenlijk nooit in een dip zijn. Als motivational speaker. Nee, je bent mens, je blijft mens. Je hebt ook de momenten die je, waarvan je kan zeggen, hey, nee, voor mij, ik laat alles hoor. Ik ben teleurgesteld, ja. Hey, nou man. Maar bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld aan mij moet, aan mezelf moet nemen, ik ben een gelovig mens. En veelal put ik mijn kracht uit de Bijbel, God zijn woord. Maar je bent mens, je gaat ooit wel teleurgesteld raken of gedemotiveerd raken. Ja. Ja. Santini, jij bent ook motivational speaker. Waar is dat begonnen? Het begon vanuit eigenlijk mijn creatieve kant, dansen. Daarom wat ik al eerder zei, ik had een dansschool. En ik heb ook vanaf mijn 14e jaar, naast mijn school deed ik dat, naast de middelbare school, was ik professioneel danser. Danste ik met onder andere Jean-Paul, dancehall artiest, okay, hè, bekende. Wow. Ook met de Harlem Globetrotters heb ik mogen optreden, het basketbalteam dat de hele wereld overgaat. En ik begon eigenlijk als cheerleader en dan deden we dansjes en uiteindelijk ben ik hip-hop gaan doen. En op een gegeven moment, na mijn medische studie, was ik in een dubio. Dacht ik, ga ik nou dansen of ga ik juist meer de medische kant op? En toen ontdekte ik door die dansschool eigenlijk dat ik toch een passie had voor ondernemen. Want ik voelde mezelf nog niet eens ondernemer. Ik was niet bezig met dat woord ondernemen, maar ik had een dansschool, ik verdiende geld. Ik had uiteindelijk die dansschool verkocht na 2 jaar, toen ik 21 was. En daarna heb ik een combinatie gezocht om eigenlijk bij bedrijven personeel te inspireren om gezond te leven. En dat deed ik dan vanaf het podium. Dus dan ging ik ze laten dansen, ging ze in beweging brengen. En een kort stukje uitleg geven over vitaliteit. Hoe blijf je gezond? Hoe eet je gezond? Hoe beweeg je? En daaruit is dat spreken eigenlijk gekomen. Dus nu dans ik eigenlijk bijna niet meer met mensen vanuit het podium dat ik ze in beweging breng. Maar spreek ik en probeer ik ze op die manier een boost te geven in hun leven. Dus uiteindelijk gaat het voor mij om het helpen van mensen om hun volledig potentieel te benutten. En dat ze hun eigen fire in zichzelf eigenlijk vinden en passie hebben in wat ze doen. Ja, dat je een veelzijdige jonge vrouw bent. Ik heb een boek van je hier. Klopt. Joyful Ondernemen. Je hebt niet zo lang een boek op de markt gebracht. Nee, ik heb hem in mei, 30 mei 2017. Dus nog niet eens een jaar. Nog geen jaar. Nee. En wat waarom dit boek? Waarom dit boek? Voor mij was het in 2016 begon ik met schrijven. Dat was toen 10 jaar dat ik aan het ondernemen was. Het was een decennium. Ik dacht, ik heb altijd al een boek willen schrijven. Ik hou van lezen. Ik lees heel veel boeken. En ik begon eraan. En dat is dan ook misschien een minder leuk verhaal, maar dat heet Joyful Ondernemen. Maar dat betekent niet dat alles altijd maar positief en happy is. Het gaat er juist om dat hoe haal je jezelf uit die down momenten als het niet goed met je gaat. Hoe haal je betekenis uit dat soort momenten? Als mensen nee tegen je zeggen, klanten. Of als je solliciteert bij een bedrijf en je wordt maar niet aangenomen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je toch jezelf oppept en wel doorgaat? En in 2016 dus begon ik met schrijven, omdat ik daarvoor ook bijna een soort van burn-out had gehad. Want ik zag het even niet meer zitten. Ik was in een richting bezig met mijn bedrijf wat niet werkte. En ik had alles van mezelf erin gestoken, energie, geld, tijd. En er kwam niets uit. En als je dat merkt, dan denk je echt, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja. Bam, weet je. Dus hoe heb ik het gemerkt? Ik was opeens elke weekend aan het huilen op zaterdag. En ik ben niet iemand die de hele tijd, maar ik was gewoon echt verdrietig. Ja. Dus en toen is het boek? Toen is het boek, ik ga mijn leven eigenlijk omgooien en ik ga schrijven. En dat schrijven heeft me ook geholpen om mezelf te vinden. En het boek heb je geschreven voor mensen die het natuurlijk moeten lezen. Juist. Wat komt erin voor? Joyful Ondernemen gaat eigenlijk over 4 stappen. Dromen, ontwikkelen, communiceren en dan sprankelen. Want het begint met een droom, wat je zou willen bereiken. Daarna moet je jezelf gaan ontwikkelen. Volg cursussen, ga boeken lezen, doe iets in die richting. Daarna communiceer wat je wil doen met anderen. En dan 4e is sprankelen, dan kan je shinen. Dus in het boek beschrijf ik mijn eigen verhaal.
En ik beschrijf andere voorbeelden van andere ondernemers. Dus van bekende ondernemers als Steve Jobs van Apple. Tot aan ook Nederlandse ondernemers, van alles. Ik vind het wel raar dat ik dat aspect van finance niet hoor. Het zit er ook in hoor. Maar de focus is niet finance. Dat komt als je goed in je vel zit. Ik heb het gemerkt, dat is eigenlijk staat ook wel in het boek. Als jij vanuit je kracht onderneemt, dan willen mensen van je kopen. Ja. Als jij die smile heel de tijd hebt op je gezicht, als je bijvoorbeeld een marktkraam hebt, dan kom ik liever bij jou dan dat ik bij die ander ga. Maar het begint bij hoe je jezelf ziet en het communiceren. Maar ik heb er inderdaad expres niet echt een finance boek van gemaakt. Ik had al hoofdstukken hoor, maar ik heb het meer op het spirituele gericht. Om te zeggen van zelfontplooiing. Ja. Ik ga weer naar een break. En dan ben ik zo dadelijk bij u terug met het laatste gedeelte vandaag in de show. En we zijn terug bij de talkshow, de Sherwin Fallies talkshow. We gaan de gasten vragen om, ze zijn toch motivational speakers, om de mensen die kijken naar het programma en naar de show iets positiefs te zeggen. Go on. Alle kijkers, als je ideeën hebt of je ligt in bed, je denkt ik wil iets doen voor mezelf, beginnen, wat dan ook. Zorg ervoor dat je gewoon gaat starten. En het kan al heel simpel. Begin met het opschrijven van je idee. Pen en papier, maar ook op je telefoon. Typ het in. En wanneer je het ziet, hè, dat is al de eerste creatie dat je het hebt opgeschreven. Je leest het, je deelt het met anderen. En zorg er uiteindelijk voor dan dat je jouw idee gaat uitvoeren. Want ik weet dat er veel ondernemersgeest zit in ons Afro-Surinamers. Dus neem de stappen, ga ervoor. En ik wens je heel veel succes en ik hoop dat jij ook gaat joyful ondernemen. I was broke before, but I made it. Ik ben ooit eens in een tunnel gegooid, maar ik heb het gemaakt. Ik ben ooit ziek geweest, maar ik heb het gemaakt. Weet u wie ik ben? Ik ben Vernon Koffie. Ik ben een overwinnaar. En jij ook, u bent ook een overwinnaar. We kunnen het allemaal maken. En wij gaan het maken. Tamboen, waboen, sranang, strede, stree, wie no safrede. Mag ik u bedanken voor het komen naar de Sherwin Fallies Talk Show? Dank u wel. Ik hoop dat ik vaker een beroep op jullie mag doen. Ja, zeker weten. Anno 2018 heeft u het gehoord, de Sherwin Fallies Talk Show, het programma dat informeert, motiveert, begeleidt en stimuleert. Wij gaan u vanaf seizoen 2. Geen mening opdragen. U gaat niet horen wat u moet doen. We gaan alles wat u heeft gehoord vandaag in de talkshow aan u overlaten. Gaat u naar huis, praat u thuis, praat u op school, praat u in een café, overal waar u bent en gaat u ondernemen. Goedenavond, tot de volgende keer.